Achter de schermen bij de opbouw van de tentoonstelling Bloemaard. Op dit moment is Ruud Priem teksten aan het inspreken in de geluidsstudio. We gaan even kijken. Hallo Ruud. Dag. Om dat te benadrukken plaatst Bloemaard in deze tekening. Ja, zullen we hem doen? Ja. Goed. Ga je gang. Het beeld wordt rustiger, zodat het oog nog meer naar de hostie wordt geleid. Door de woestijn leiden. Ja, mooi. Ja, en je hebt toch weer de neiging om te zeggen avondmaal, hè? Ja. Avondmaal. Ja, beelding van het laatste avondmaal. Ja. Avondmaal. Avondmaal. Ja. Ja, volgens mij is het gewoon dat het Brabantse weer wat hebben. Dus let daar even op. Ik kijk op hoe plaat u er is. Oké, ga je gang. Doe hem nog een keer. Bloemaard voegt nog iets bijzonders toe. Let u eens op het schilderij achter het altaar. Dit keer geen kruisiging en ook geen mama-inzameling, maar een verbeelding van het laatste avondmaal. Maar en hun gebaren tot leven. Kijkt u bijvoorbeeld even naar de mantel van Augustinus. Bloemaard laat zich bij het schilderen van deze koorkap inspireren door de koorkap van de invloedrijke middeleeuwse bisschop David van Bourgondië. Een heel belangrijk en bekend stuk katholiek erfgoed. Ook in Bloemaard's tijd. Dit is altijd zo'n spannend moment. Afvalput. Ja, die bierput, hè? Ja. En alles is wat hier nu in deze vitrine wordt neergelegd, komt uit die bierput. Ja, ja. Kijk, dit is een hele oude afwasborstel. Nou, er zitten weinig haren meer aan. De Mariaplaats waar Bloemaard woonde. En dat is gewoon een prachtig vergiet. Hij is wel weer in elkaar gezet. Je kunt zien dat hij in stukken lag. Kijk bijvoorbeeld deze aan de mantel van Augustinus. Bloemaard laat zich bij het schilderen van deze koorkap inspireren door de koorkap van de invloedrijke middeleeuwse bisschop David van Bourgondië. Een heel belangrijke en bekende katholieke kunstwerk. Daar hangt het echt werk. En juist deze koorkap is in bezit van Museum Katholiek. Hier ligt het portret van Bloemaard ook al in de vitrine. De grote meester zelf